Hey mensen, tof dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag is het een dag later dan ik de vis heb gehaald en ik denk er is nog wat meer ruimte nodig in het aquarium. En dat heb ik vandaag gedaan. Ik laat jullie even zien wat ik precies gedaan heb om ervoor te zorgen dat mijn nieuwe vissen genoeg ruimte hebben om te zwemmen. Het is nog steeds niet perfect, ik weet het, maar al een stuk beter dan het was. Ik laat jullie nu even zien. Hoe mooi ik de aquascape ook vind. Deze jongens hebben echt te kort graafruimte. Dus het rotsgedeelte gaat eraan. Misschien dat ik er één of twee stukjes zout terug voor doe. Kutte is dat er wel een piepschuim plaat onder zit. Dus ik ben bang als ik wat stenen weg ga halen, dat er dan in één keer vloep zo omhoog komt drijven. En dan moet ik even een beetje op gaan letten. Vandaar dat ik eerst aardig wat water eruit ga halen. Dan kan dat niet zo heel veel kwaad. Ze zwemmen wel mooi. Kijk, pareltje. Pareltjes. Deze ook erg mooi. Schitterend als je mij vraagt. Dus ja, dat gaan we even doen nu. Eerst even wat water eruit halen. Dan kan ik gelijk het grote. Normaal doe ik altijd veel grotere slang. Kijk, die ligt hier. Dan is dit echt binnen 10 minuutjes gebeurd. Maar nu even rustig. En dan kan ik even goed de bodem schoonmaken. Dat wil ik even laten zien. Ik was aan het testen met een voederapparaatje. Ja, dat ging niet goed, zoals jullie zien. Dan ga ik even lekker allemaal afzuigen nu. Wat een potje voeder dat hier weggegooid wordt. Maar goed. Ja, dan gaan we zo even overal doen. Het gevaar is van die stenen dat je echt moet opletten dat je niet kan vissen. Oh, ik doe er wel een steen omhoog. Dat we kunnen zien. Oh, daar is heel goed doorheen. Ja. Het is altijd wel werk hoor, zo'n aquarium. Maar als je zulke parels hebt zwemmen, is het ook wel waard hoor. Kijk hier op die hero's. Ze veren. Dus ze zijn een beetje bang, maar. Ja. Ik ga hem even een beetje leeg halen en rustig wat stenen eruit halen. Het is een beetje herrie, want alle pompen staan nog aan. Maar altijd als ik de spullen uit het aquarium haal, kom ik er wel weer achter van less is more. Weet je, ik vind het in één keer veel mooier als het ruimtelijker is. Lijkt hij ook veel groter in één keer. Ja, daar word ik wel gelukkig van. Maar ja, al ben ik er ook niet over uit dat dit het wordt hoor, maar het ziet al een stuk ruimtelijker nu. En de vissen hebben nu tenminste graafruimte. Wat ik wel heb gedaan is een hele stukken piepschuim eruit gehaald. De reden daarvoor was omdat ik het heel erg dicht bij het raam vond. Nu is dit tenminste gewoon laag en kan het veilig naar beneden gaan. Maar ik zeg lekker bezig. Is nog een beetje mistig, maar het ziet er weer een stuk netter uit. Nu lijkt hier op het eerste ogenblik. Tenminste op het ogenblik, op het eerste gezicht dat er niet veel veranderd is. Maar zoals je ziet, even kijken hoor, moet er zo kunnen.
daarachter is veel meer zwemruimte. Hier aan de zijkant is veel meer zwemruimte. Aan de voorkant kunnen ze gewoon lang zwemmen nu. Tussendoor heb ik ook echt grote gaten gemaakt. Kijk, dat zijn grote circuiten. Hier zwemmen ze mooi bij elkaar. En je ziet ze gelijk ook al wat meer rondzwemmen, dus ik denk dat ze het fijn vinden. Het ziet er schitterend uit. Een beetje gescheurde vinden van de reis, maar dat komt wel goed. Kijk, nu kunnen ze gewoon iedereen zwemmen. Heel chill dus. En daarboven is ook veel meer zwemruimte. Het was eerder veel hoger opgestapeld. Dus ik denk al met al dat de vissen blij zijn. Deze worden ook echt groot nu. Een viertje. Dus dat. Zo kan het wel weer eventjes. Deze is ook echt mooi trouwens. Ja, je kan stoppen met kijken naar de vissen. Maar dat. Het ziet er weer goed uit. Kijk, de vissen zwemmen weer goed. Ik denk dat iedereen weer blij is. Het is nog steeds niet de perfecte oplossing. Want ja, er zitten nog steeds wel iets te veel vissen in voor dit aquarium. Maar dat komt later allemaal goed. Het komt later allemaal goed, dat beloof ik jullie. Voor nu, erg bedankt voor het kijken. Vond je dat een leuk filmpje? Vergeet niet duimpje omhoog te doen en te abonneren. En tot de volgende. Joep!